weet ik dus niet. Er is een advocaat doodgeschoten in Amsterdam. Een advocaat doodgeschoten. Ja, en weer een afrekening. Ja, het is momenteel erg daar. Hey, hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag weer vrijdag. Het is weer weekend, jongens. Ja, een lekker weekend weer. Wat ga ik van weekend doen? Nou, leuke dingen doen. En fietsen, uit de fietsen denk ik even met mijn vriendin. En morgen vroeg naar moeder toe. En ja, we hebben leuke dingen doen. Haar nog steeds niet af. Moet binnenkort ook even. Of scheren weer. Dus ja, maar, wat hebben we vandaag gedaan? Vandaag weer gewerkt. In de zoutblokjes. Weer drukte van belang in de zoutblokjes. Dus het is altijd weer leuk. Dus lag weer in een schip, moest weer vol zout. En ja, de mensen moesten werken tot vanavond 12 uur. Ja, wij niet, maar van een ander bedrijf. Dus ja, wij mogen niet tot 12 uur werken. Daar heb ik ook trouwens ook geen belang bij. Om van 's morgens 8 uur tot 's avonds 12 uur te werken. Maar fijn, dat hoeven wij in ieder geval niet te doen. Dus dat scheelt maar weer. Dus lekker even gewerkt. Dus ja, met de kerst heb ik 2 weken vrij gevraagd. Dat kon wel even, dus dat is ook heel leuk. Dus in ieder geval, ik moest een shout-out doen aan Stefan Cesa. Cesa, hoe je het ook maar uitspreekt. Stefan Cesa, even een dikke shout-out naar jou. En even een shout-out naar Piet. Piet of zo, ik weet niet, ja, ik kon niet goed lezen wat er stond, maar ik wil een dikke shout-out naar jou, Piet. Ja, ze hebben momenteel allemaal van hier, ja, wat van vrienden, ja, wat moeilijke YouTube-namen, maar fijn. Dus even een dikke shout-out naar jullie. Dus ja, dus ja, mijn kookblog, ja, dat is deze week weer niet geweest. Ik ja, ben benieuwd wanneer het eigenlijk weer komt, maar ja. Lekker met Kees wel geweest, dat gaat gewoon door, maar kookblogger zit ik nog met een vraagteken achter hoe het gaat lopen. Maar ja, dus momenteel heb ik geen kookblog, ja, dat is wel een beetje jammer, maar fijn, dat is niet anders. Ik heb geprobeerd toch wel eens even van de week, ja, volgende week of zo iets te maken, een recept of zo. Maar fijn, het blijft er elke keer bij. En was iemand zei, ik maak reclame voor Empatec, ja, werkleiding jongens, dat moeten we aan hebben bij Empatec, maar fijn. Dus in ieder geval, leuk. Dus, ja, het is wat frissig buiten, hè. Maar morgen wordt mooi weer, morgen 22 graden geloof ik. En zondag 25 graden na onweersbuien. En volgende week wordt het ja, regenachtig geloof ik. Maandag, dinsdag, woensdag. Dat is geloof ik regenachtig weer. Dus komt op tv. Ja, niet veel zoet trouwens. Baby makers. Hollow Man is ook 100 keer op geweest, maar fijn, ja. Netflix, kijk meestal in Netflix, altijd wel leuk. Komt ook iets nieuws van Disney, maar het moet wel duurder zijn. Maar niet in Nederland komt, weet ik dus niet. Er is een advocaat doodgeschoten in Amsterdam. Een advocaat doodgeschoten, ja, en weer een afrekening. Ja, het is momenteel heel erg daar. Hij was kroongetuige tegen Nabil B. Nabil B, als ik goed uitspreek, Nabil B. En ja. De advocaat is doodgeschoten door zijn linker, een jongen van 16 tot 23 jaar. Ze hebben de schutter nog niet te pakken. Maar dit keer wordt het moeilijk om hem te pakken. Maar fijn, ja, dat is altijd. Vanmorgen of gisteren dat er ook een ex-voetballer neergeschoten is. Ook in Amsterdam, geloof ik. Het was wel een bekende van de politie. Ja, het is momenteel allemaal. Bizarre allemaal, hè? Ja, die advocaat ja, ging 's morgens naar zijn werk toe. En werd hij vlak bij huis of zo, ik weet niet precies, maar werd hij doodgeschoten. Hij laat een vrouw en 2 kinderen achter, geloof ik. Ja, dat is ook erg van die vrouw en de kinderen, maar fijn. Dus die man is doodgeschoten, de advocaat. Dus ja, ze proberen die jongen wat te pakken. Ze denken dat die jongen is van 16 tot 23 jaar. Maar ze hebben hem nog niet gepakt. Ja, ik ben bang. Ja, ik weet niet zeker of ze het wel kunnen pakken, maar het is, ja, het is bizar, jongens. Dat is niet echt, echt leuk meer. Maar fijn, ja, een advocaat word je zo maar neergeschoten. Dus was een kroongetuige van Nabil LI. Oh, ik heb Pietje neergezet. Nabil B. Een kroongetuige daarvan. Dus ja, in ieder geval, dat is niet zo best, jongens. Toch iets, dat toch weer gebeurt zoiets, maar fijn, het is erg genoeg. Onderwereldfiguren, ja, de advocaat was natuurlijk geen onderwereldfiguur, maar hij moest wel een onderwereldfiguur verdedigen, ja.
zo kom je weer aan je einde. En ja, meer mensen zijn ook bedreigd. Peter de Vries is ook eens een keer bedreigd. En John van Heuvel was een keer ondergedoken. Ja, moest, normaal kon hij bij Etje Boulevard doen, maar kon tot Tony komen. Moest bewaakt worden. Ja, dus, ja jongens, het is wat met die onderwereldgeuren. Dat is, wordt er niet echt, je wordt er niet echt vrolijk van. En ja. Ik hoor ook iets, ja, een man. Ja, ik hoor op het werk dat iemand met een aardappelschilmesje. Had hij per ongeluk nog mee. Moest door de douane heen. Ja, hele poespas eromheen. Ja, allemaal, ja, dat ging niet zo goed. Dat was ook een drama. Ja, dat heb ik tegenwoordig ook. Hè. Allemaal iets strenge controles. Dus, er was nog iets. Ja, Prinsjesdag hebben we gisteren over gehad. Ja. In de inkomstenbelasting, was nog iets. Ja, was iets met Geert Wilders, ja, dat is ook altijd wat. Geert Wilders met die Marokkaan uitspraak, ja, het is allemaal bizar tegenwoordig allemaal. Dus, ja, ga zo lekker eten, neem een boodschapje doen. Morgen lekker uitslapen, morgen naar moeder toe. Maar koffie zo, misschien denk ik weer een boodschapje gaan doen. En voor de rest, ja, zien we wat we kunnen doen. Wat mooi fietsweer trouwens. Dus waarschijnlijk alleen op uit. En ja, volgende week wordt het weer regenachtig. Ja, vanmorgen ja, bij Hallingen-Leeuwarden. Bij Hallingen, ja, er was een weg afgesloten. Toerit. Was asfalteren. Dus dat was ook weer, ja, het is momenteel even, ja, het is momenteel even raak bij Hallingen. De rondweg van Hallingen, daar zijn ze ook bezig. Ja, het is momenteel allemaal werkzaamheden. Afsluitdijk, hè, dat duurt ook 3 jaar. Moet verhoogd worden, 2 meter hoger moet gemaakt worden. Dus dat is momenteel ook even bizar daar. En volgende week vrijdag, ja, weekend, volgende weekend, dan wordt er nog een weg afgesloten. Ja, dat is pas 's avonds om 10 uur. Ja, maar fijn dat ja, de weg moet wel onderhouden worden. Hè? Dat, maar fijn. Dus, nou, we zien het eten trouwens alweer. Hè? Dat is, ja. En voor de rest, ja, gaat het aardig goed hier. Ja, 2 keer in de week kom ik met de vlog. Ik zei al, ik weet nog niet als ik nog een... Ja, voorheen was het 4 keer in de week een vlog. Maar ja, dat lukt momenteel ook even niet. Dus 2 keer in de week een vlog, woensdag en vrijdag. Dus, dat gaat zeker wel in goed komen. Voor de rest, ja, kookblogs, dat heb ik al over gehad. Dat, probeer het alleen voor elkaar te krijgen, maar deze week is het weer niet gelukt. Dus lekker eten, Kees is er al op. Ja, dat einde was even, ja, geen toetje. Ik zal een toetje laten zien, maar met uploaden is wat, ja, op een of andere manier is wat misgegaan. Ik weet ook niet precies hoe en wat, maar ik had het, dat stukje op geüpload en de computer was de, hij wou niet meer, ja, kreeg niet van elkaar om het aan elkaar te plakken. Dus ja, weer een foutje geweest, dus maar ja, dat kan gebeuren hier. Dus dat toetje gedeelte, dat komt volgende week weer, bij lekker eten met Kees. Ja, dat was op een of andere manier was het even mislukt. Ik wist ook niet hoe en wat, hoe dat kwam, maar fijn, kan gebeuren natuurlijk, hè. Met enter kan ook van alles misgaan. Het, ja. Dat is hier, ja, weekend, ja, morgen wordt mooi weer, zondag. Ik denk dat daar wat gebeurd is. S'avonds ook, ja, s'avonds ook eerder donker en s'morgens ook laat licht. Ja, 6:30 of zo wordt het iets donker. Ja, ja, wordt het wat lichter. Maar fijn. Tijd van het jaar, hè. Maar ik probeer ook weer eens even een keer in de bos te vloggen. Dat moet ook eens een keer gebeuren. Ja, vrijdag met de kerst heb ik vrij. Misschien dat ik voortijd nog wat dagen vrij heb. Tanden zoek voorlopig niet heen. Ik denk dat maart, april weer wordt. Dat ik nu naar het anders moet. Ja, veel spinnen, hè. Dat weet ik niet of jullie kunnen zien, maar... Ja, spinnentijd, hè, september. Dus, ja. Ja, s'morgens vroeg gaan van bed af, hè. Weekend uitslapen, ja. Weekend ben ik ook vroeg wakker. Dus, vanmorgen was 5 uur wakker, moest ik naar de zee toe. En dan val ik niet zo snel meer in slaap, hè. In ieder geval, dus, ja. Het chip is weg aan chippen, ja. Chippen, ja, dat... Om een beetje stank te krijgen, moet ik
al een keer bij de koor zitten, maar door de week ben ik aan het werken. Ja, weekends ja, ben ik ook wel weg. Ik zit een beetje alleen thuis, dat is ook niet echt grandioos. Dus ja, mijn broer heeft een grote hond, hè. Ja, een hond hier, dat is ook niks. Een hond, ja, zit ook alleen thuis, jongens. Dus een beetje moet ik uitgelaten worden. Kom je s'avonds thuis? Ja, s'avonds moet je ook uit, hè. Ja, s'nacht heet, maar... Je bent altijd te benieuwd, hè, met de hond. Weer wind, ook regen moet je ook uit. De hond kan hier niet neerpoepen natuurlijk, hè. Dat is ook een voetje bende. Maar fijn. Dus... Maar fijn, ja, verder heb ik veel nieuws, jongens. Hoe deel ik me niet? We schappen de dingen in de wereld. Amerika. Moet even proeven, jongens. Ja, ik kom niet te verkouden hoor. Ik had gisteren en vanmorgen wat last van mijn keel. Ik dacht, nou. Maar fijn, ja, ik ben nog niet verkouden. Er zijn wel een paar mensen op het werk wat verkouden. Ik hoop niet dat ze mij verkouden hebben gemaakt. Ik moest niet ooit proesten, dus. Ja, je weet nooit. Maar ik ga zo de vlog weer sluiten. Dan ben ik op woensdag weer met een nieuwe vlog. Een kookblog ben ik weer bezig om toch weer een kookblog te maken. Dat is altijd weer een verrassing elke week. Dus ja, van de weekend even lekker leuke dingen doen. Op de fiets. Dus ik ga uitslapen. Ja, ik zou wel uitslapen, dat blijft altijd bij. Het mag altijd vroeg wakker weer. Dus, ja, voor de rest komt alles wel goed hier. Ja, vroeg bed, jongens. Dat is wel zo. Maar ja, Harlingen is wel dichtbij, jongens. Een half uurtje rijden. Alleen ja, vanochtend moesten we doorrijden bij Zurich. Afslag Harlingen en Leeuwarden, ja, was afgesloten. We waren bezig met asfalteren, dus... Ja, wegonderhoud, dat moet ook altijd gebeuren, hè? Wegonderhoud. Ik ga het niet sloeren laten, natuurlijk, hè. Ja. Stoer, hippie. Prinks, ja dat we moeten alleen niet van Prinks, dus ik weet ook als het nog in is, hè, Prinks op YouTube. Er valt altijd wel mensen met Prinks, maar die mensen zijn volgens mij gestopt op YouTube, ik weet het niet zeker. Ja. Joey Bravo en zo, dat valt ook niet meer trouwens. Ik weet niet of het nog YouTube. Armo was rijdt, ja, dat weet ik ook niet meer als dat nog is. Voor mij is dat er ook al niet meer. Dus dat is. Voor mij is dat een beetje gedaan, dat prank gedoe. Voor mij is dat wat gedaan. Dus. Ik heb een beetje last van stem. Ik hoop niet dat ik wat verkouden word, jongens. Dat staat echt niet op de wachten, maar fijn. In ieder geval, ik ga deze vlog weer sluiten. Dan zien jullie mij aanstaande woensdag weer terug met een nieuwe vlog. Ik wens jullie iedereen nog een prettig weekend. En door rustig aan. En jullie zien mij aanstaande woensdag weer met een nieuwe vlog. Ik hoop dat ik met de kookvlog kom. Ik beloof niks, maar ik ga mijn best toch eens een keer even doen. Dus in ieder geval, zeg doe een beloofd heb ik omhoog. Abonneer op mijn kanaal, momenteel 350 abonnees of zo. Geloof wel. En volg mij op Instagram. En ik zie jullie aanstaande woensdag weer terug met een nieuwe vlog. Zeg en ik zie jullie dan weer. Doei maar weer.